Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Het is momenteel de tijd ervoor dat de websites van de Aldi en de Lidl online zijn. En dat is fucking gruwelijk. Want nu kunnen we een beetje de lijstjes van elkaar gaan afstemmen en zo. En natuurlijk nieuwe producten kijken. Allereerst wat ik even wil mededelen is dat het kopen van vuurwerk in Duitsland gewoon legaal is, mensen. Ik heb vaak de vraag gekregen van is het legaal, is het illegaal? Het is gewoon legaal. Duitsland mag ook maar tot 500 gram. Ja, alles is gewoon getest. En het is gewoon legaal vuurwerk. Dus iedereen die denkt dat wij naar Duitsland gaan en illegaal vuurwerk halen, dat is dus niet het geval. Laat je dat niet wijzen. Maken, want het is gewoon legaal vuurwerk en je kan er geen problemen mee krijgen. De Aldi heeft een aantal nieuwe producten gekregen, lijkt, maar ze hebben gewoon de namen van de producten hebben ze gewoon veranderd. Dat is best wel slim, want ja, nu zijn er weer nieuwe namen en kunnen we weer gaan uittesten of dat hetzelfde is of dat het veranderd is, of weet ik veel wat. En ja, zo is de Renault bijvoorbeeld weg. Is de naam veranderd in de Artus? Eigenlijk volgens mij precies hetzelfde, maar dat gaan we zo meteen even bekijken of dat hetzelfde is. Ik ben hier sowieso weer met mijn glas drinken. Ze zijn allebei online, de Aldi en de Lidl. Wel moet ik vertellen dat we ook naar de Kaufland gaan, maar die site is nog niet online. Alleen iedereen weet dat wij dagelijks uploaden nu. Ik heb gewoon geen tijd om te wachten op de Kaufland. Ja, anders komt het schema in gevaar, weet je. Dus ik doe de Aldi en de Lidl nu voor jullie. Het is natuurlijk zoals ieder jaar dat ik wat informatie geef over het vuurwerk shoppen in Duitsland. De meesten weten het wel. Maar even ter informatie wil ik vertellen dat het vuurwerk alleen te verkrijgen is op de 29e, 30e en de 31e van december. Dus gewoon op dezelfde verkoopdagen als in Nederland. Heel veel mensen schreven al berichten onder onze video's. Waarom gaan jullie niet eerder naar Duitsland? Beetje laat, bla bla. Nee, dat is dus niet het geval. In Duitsland zijn dezelfde verkoopdagen. Knalvuurwerk, daar hoef je niet voor naar Duitsland te gaan. Want het knalvuurwerk is nog zachter dan de rotjes in Nederland. Het enige waarvoor we moeten gaan naar Duitsland is de prijs van het siervuurwerk. En dan kom je veel goedkoper uit. Zo is bijvoorbeeld een geel potje van 300 shots is volgens mij een eurotje of 8. Terwijl je hier in Nederland voor 200 shots al 14 euro betaalt. Waarom is het zo goedkoop daar? Heel makkelijk. Waarschijnlijk omdat ze daar veel minder strenge regels hebben met betrekking tot bunkers en zo. Waardoor ze de producten veel makkelijker kunnen aanbieden aan ons. Want het ligt daar gewoon, bij de meeste filialen ligt het gewoon tussen de groenten en de fruit en andere artikelen. Laten we maar beginnen. We beginnen met de Aldi. Hier heb je dus de site van de Aldi. De productnamen zijn allemaal veranderd. Zoals jullie al kunnen zien aan het begin hier zo. Ik heb sowieso op mijn telefoon eventjes wat. Ik heb al een lijstje gemaakt, even kortstondig. Die zal ik met jullie delen. In de beschrijving zie je waarschijnlijk ons lijstje die wij waarschijnlijk gaan halen. Ja, hier zie je in ieder geval de producten van de Lidl staan. Bij elk product zie je sowieso een filmpje ervan bij staan. Dan kan je even bekijken ja, wat het is en wat het product doet. Wat al sowieso opvalt is de Merlin. Ik weet niet of die er was. Het lijkt een beetje op de Toronto van vorig jaar, denk ik. Maar die hebben wij sowieso erbij genomen. Is een leuke, ja, is sowieso een leuke fontein. Daar kunnen we eventjes het videootje van bekijken. Hier, als jullie op dat videootje klikken, dan zien jullie, kunnen jullie dat als goed eens zien. Druk je op play en dan wordt die afgespeeld. Sowieso een goed filmpje. En dan kan je sowieso alle producten even bekijken. Dat is echt geen geld. 3 euro voor zo'n ding. Ja, kijk, het is zo'n goede fontein. En hier ergens knalt die ook. Of harde knetters. In ieder geval, jullie kunnen het zelf zo. Jullie kunnen het zelf wel opzoeken hoe die eruit ziet. Wat we voor de rest ook een leuk product vonden, was de Magic Moments. 8 euro. En volgens mij hoeveel shots? 25. Nee, 45 shots. En ja, het is gewoon lachen. Kijk, hij is gewoon super mooi. En daarom hebben we hem gekozen eigenlijk. Voor 8 euro is dit natuurlijk een spotprijsje. Ik weet niet of je ook geel bij zat. Volgens mij wel. Ja, je hoort het al. Ja, daarom hebben we hem gekozen. Eigenlijk alleen maar voor de geel. Iedereen weet wel dat ik echt sowieso, dat wij heel veel van sier houden. Voor de rest wat we hebben genomen is de Artus natuurlijk. Even kijken waar die staat. Dat is hier. De Artus, die hebben we 12 keer op het lijstje staan. En dat is dus de reden van afgelopen jaren. 3 euro. En ja, dat is het product waarvoor je eigenlijk naar Duitsland zou moeten gaan. 12 is volgens mij een karton. Dus ja, we hebben gewoon een karton besteld. Leuk voor projectjes en zo. En iedereen weet wel hoe die eruit ziet. Ik zal even heel kort laten zien. Ja, kijk, dit is hem. Dat is de Renault van de afgelopen jaren. Is dus de Artus geworden, mensen. En daar hebben we er 12 van op het lijstje staan. Verder, wat we ook een aantrekkelijk product vonden, was de Guardian. Die was 9 euro. En dat was sowieso een nice mooie cake. Ik weet niet hoeveel gram die is. 200 gram als ik daar goed zie. Maar het is natuurlijk voor 9 euro is dit echt een spotprijsje. Even kijken, 34 shots. Star Battery. We hebben er eentje staan. Ik heb hem één keer even goed bekeken wat het was, maar ik weet het niet meer uit mijn hoofd natuurlijk. Ja, is natuurlijk ook een mooie cake. Ook leuk voor projectjes of zo en gewoon los te stoken. Dit is hem. Gaan we verder. Dat is de Swords of Fire, die hebben we ook besteld. 19 euro. Even kijken, dat is een 500 grammer zoals ik goed kan zien. Misschien 300 gram, maar voor mij 500 zoals ik daar zie. 62 shots, mensen.
is een XXL battery staat hier. Natuurlijk niet die van Tsjechië, maar goed, die hebben we op het lijstje staan. Dan het volgende is de Screaming Glizzly. Daar had ik het net al eventjes over. Dat is natuurlijk zo'n geelpot met knetter effectjes. 9 euro en 300 shots. Daar hebben we er 2 van besteld. Natuurlijk voor het 6 uur project of misschien wel 10 uur project. Wie weet. Ja, die hebben we natuurlijk besteld. Even kijken verder wat we nog meer hebben genomen. Is de Sentinel. Dat is een box met 3 cakes volgens mij erin. 20 euro. En die viel wel op tijdens het bekijken van video's. Dus ja, we dachten van we gaan een keertje zo'n combinatiebox nemen. Is wel lach om erbij te doen. Dus ja, die kost maar even kijken. Nee, 20 euro. Ja, dat is natuurlijk geen geld. Wat we verder hebben besteld. Ivan Yo. Dat is deze. 10 euro voor een pijlen van 8 pijlen. Het waren best wel mooie pijlen. Het is goed zoeken in Duitsland. Want de meeste pijlen die er heel groot en spectaculair uitzien, die zijn niet zoveel. Maar die hebben we in ieder geval genomen. Die is natuurlijk leuk voor ons pijlenrek. Want iedereen weet dat wij een pijlenrek hebben gemaakt. Ik weet niet of jullie dat al hebben gezien in de video. Ja, we willen veel pijlen halen dit jaar. Dus daar hebben we een pakketje van. Die is 10 euro. Dat is echt geen geld. Als je dat vergelijkt met vuurwerk in Nederland, ja, dan kom je veel duurder uit. Wat we verder hebben besteld is de Big Bang. Knallers uit Duitsland. Gewoon puur om te testen straks. En ik dacht van ja, even kijken hoe die is. Ook natuurlijk de Thunder Cube hebben we besteld. Dat zijn die kubische, weet je. En ben er wel benieuwd naar. Nou, dat hebben we in ieder geval besteld bij de Aldi. En daar komen we op een bedrag 127 euro uit. Dus echt een spotprijsje, want hiervan ligt echt serieus. Dan heb je al een hele kar vol. En ja, laten we maar de Lidl gaan doen. Dit is de site van de Lidl. En daar hebben we wat minder producten van, die we wilden. Natuurlijk sowieso wat niet mag ontbreken is de Black Ice. Iedereen kent die pot wel die ons al een tijdje volgt. 47 shots, 500 gram als ik het goed zie. Ja, dat zijn alle producten bij elkaar. Je hebt kometen, je hebt geel, je hebt krekling. Alles zit erbij, kleuren, alles zit erbij. Dus we dachten, weet je, gewoon weer nemen. Volgens mij hadden we er vorig jaar 3, maar is iets te veel van het goede. Want we hebben dit jaar natuurlijk ook een bestelling lopen bij Haokan met hele goede cakes. Dus we dachten, nou ja, eentje is genoeg. Daar hebben we er eentje van. 17 euro is echt een spotprijsje voor een 500 grammer. Verder de Alligator natuurlijk. De namen van de Lidl zijn hetzelfde gebleven. Wel zo makkelijk. Hier is de Alligator. Daar hebben we er 7 van besteld. Dat is eigenlijk de Reno met Cracklin. Zo noemen wij ze eigenlijk ieder jaar. Ja, voor 4 euro moet je die eigenlijk gewoon een aantal keer erbij nemen. Dus daar hebben we er 7 van genomen. En wat we verder ook een aantrekkelijke cake vonden, volgens mij is die nieuw. Dat is de Painted Sky. 50 shots van Weco. 16 euro. En is natuurlijk een mooie cake. Volgens mij maar 200 gram of zo. Maar ja, het boeit mij eigenlijk niet hoeveel gram het is. Maar de producten, de effecten zijn echt super nice. Verder, die we ook ieder jaar eigenlijk erbij hebben, wat eigenlijk gewoon een verplichter is, is de Beastmaster. 13 euro, 18 shots. En dat is echt een hoop geweld. Ook bij de Lidl mensen kan je gewoon op het artikel klikken en dan kan je het filmpje ervan zien hier beneden. En laat ik de Beastmaster even zien, want dat is best wel een toppertje voor mij eigenlijk. Wel zeggen, de Lidl heeft wat slechtere video's, want er zit muziek bij op de achtergrond en een hele rare achtergrond. Ja, ik ben er niet zo'n voorstander van. Maar hier, jullie zien al, Beastmaster, sowieso een mooie cake. Die kan je niet laten liggen. Wat we verder hebben besteld, wat we op het lijstje hebben staan natuurlijk, is de, even kijken, Discovery. Discovery kost 3 euro en die hebben we natuurlijk erbij genomen. Nou, die kan er nu op breken. De knalbombetten hebben wij besteld. Dat is het volgende. Dat is natuurlijk de single shots van de Lidl. Vorig jaar waren ze uitverkocht en dit jaar hoop ik ze wel te kunnen bemachtigen. Altijd leuk om daar een video over te maken voor jullie. Om te kijken hoe de single shots uit Duitsland zijn. Ja, dat was het eigenlijk wel bij de Lidl. Daar hebben we voor 80 besteld. Dus op dit moment wat er op ons lijstje staat is dus voor 207 euro. En zoals jullie kunnen zien is het best wel wat. Dus ja, voor een goede prijs kun je eigenlijk je kar goed vullen. Wat ik wel erbij moet zeggen is dat de Lidl heeft het merk Weco, de importeur. Natuurlijk, Weco is een goed merk. En de Aldi heeft Helios, iets minder bekend, maar sowieso niet minder. Is wel goedkoper ook. Dus ja, ik vind het allebei wel top producten. Verder wat ik er net ook al aangaf, is dat wij sowieso ook naar de Kaufland gaan. Dat is ieder jaar het geval. Ja, we gaan het sowieso bij de Kaufland de Bloody Mary halen. En ik denk wat meer pijlenpakketten die we gewoon meepikken daar zo. Het is een soort van grabbelton die we gewoon in ons hoofd hebben. Van oké, we pakken hier nog bij en dit erbij. Maar in ieder geval de producten die ik nu op mijn telefoon heb staan, wil ik hoe dan ook kunnen bemachtigen. Daarom heb ik ze al opgeschreven. Ik zal sowieso ook de linkjes van de websites in de beschrijving zetten. Dan kunnen jullie sowieso eventjes rustig zelf kijken hoe of wat. Of misschien gaan jullie er ook heen. En ja, het is even kijken, over een week kunnen we het al halen daar zo. Dat wordt echt fucking gruwelijk.
Wat ik nog bij wil vermelden is dat wij altijd 's nachts gaan. Maar daarvoor gaan we live op YouTube. Waarschijnlijk wordt dat om 7 uur. Er komt nog een aankondigingsvideo daarvan. Dat we live gaan. En het wordt gewoon een livestream op YouTube. En dan gaan we misschien wel dingen weggeven. Van vuurwerk of aanstekers met webshops en zo. Dus dat wordt ook vet. Vonden jullie deze video nou leuk om te kijken? Laat dan even een like achter. Sowieso morgen om 4 uur komt er weer een zieke video online. Iedereen weet het wel. We gaan dagelijks nog steeds tot en met oud en nieuw. Hebben jullie nog vragen? Laat het weten in de reacties. Want dan zal ik daarop reageren. Tot morgen. Ciao. We'll be right back.